Are you watching, honey? Fuck! Back home it is. What the fuck gebeurt er nou alweer aan het begin? Is dat hem? So cool. How does it feel to be the douchiest douche, huh? Go fuck yourself and your family and your dog. I can't believe the nerve on this dickhole. Oh my god. It'll be fine. What happened? Hey. Fuckface. Wat gebeurt er allemaal, jongens? Nou goed, het boeit ook niet. Welkom terug allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Watch Dogs 2 Let's Play op mijn kanaal. Ik sta hier heel dichtbij een graffiti markering. En die gaan we ook gewoon doen aan het begin van deze video. Het is een sidequest voor Citara. En ik zie echt alleen maar chaos hier. Mensen die wegscheuren. Altijd chaos aan het begin van de video. Maar om daar te komen bij dat graffiti punt gaan we eerst deze eventjes hacken. Oh, andere kant op. Eens even kijken, hoe kan ik daar boven komen? Ik denk toch wel gewoon zo. Laten we hem wel even besturen en dan omhoog gaan. Sick, nou moet ik alleen nog wat hoger en dat is een beetje moeilijk. Oké, ik heb uiteindelijk alsnog een manier gevonden om erop te komen. Niet eens dat die lift nodig had eigenlijk. En hier kan ik een graffiti gaan toevoegen. Ook echt op een heel vredig plekje, gewoon in een tuintje of zo. Ik zie allemaal mensen chillen en tuinieren en wij gaan graffiti spuiten. Maar goed. Sick hoor. Cool, en dan hebben we nog twee andere punten. Die laat ik snel in de video zien. En dan gaan we beginnen aan een grotere missie. Bijvoorbeeld die Ubisoft missie. Of die Home Sweet Home missie. Dus tot zo jongens. Get out. Oké, jongens, hoe ga ik daar op het dak komen? Ik moet hier die graffiti plaatsen. Welkom terug allemaal. Eens even kijken. Dit zou het toch wel moeten kunnen, maar hoe ga ik hier het dak op komen? Oké, ik ben benieuwd of deze manier werkt. Waarschijnlijk moet ik dan een heel rondje lopen. Om daar uiteindelijk daar te eindigen. Maar we gaan het wel gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Zie je uiteindelijk deze trap op? Het is gewoon een heel parcours over het dak heen. Op zich niks mis mee. Ik zie trouwens hier nog eventjes een persoon waarvan ik natuurlijk wel het geld wil stelen. Eventjes bijna 600. Oh, shit. Ga je dat nou echt menen? Moet ik nou echt gaan hacken nu? Ja, daar is het natuurlijk wel Watch Dogs voor. Maar er zit dus een beveiliging op. Die had ik niet zien aankomen. Oh shit, en het is ook nog eens een beveiliging die ik met de hand moet doen. Een fysieke beveiliging. Hoe kan ik dat nou doen?
Oh wauw, dit meen je niet. Oh, ik had hier eerder achter moeten komen. Dit kan dus ook gewoon. Ik had hier verdomme eerder achter moeten komen. Ik heb zo vaak bij punten lopen struggelen dat ik dacht, wat moet ik nou doen dan? En... nou, je kan dus blijkbaar gewoon hacken met die RCXD en waarschijnlijk ook met drones. Maar dat is echt heel goed om te weten, want dan hoef ik het dus niet altijd fysiek te doen met mijn character Marcus zelf. Maar kan ik het ook met een gadget doen? What the fuck, dat had ik echt eerder moeten weten. Maar goed dat ik er alsnog achter ben gekomen. We zijn al redelijk in het begin van de game. Nou, deze gravity hebben we ook gefixt. 2 van de 3 gravity in ieder geval. En nieuwe volgers erbij. Onderzoekspunten verdiend. En de volgende is eigenlijk gewoon, als we hem op de kaart tonen, daar. Dus dat is niet ver. Laten we erheen gaan. We zien het wel. Oké, snel hierheen. Ik zie meteen ook weer een persoon die heel veel geld heeft. Dat is natuurlijk altijd welkom, heel veel geld. Dankjewel, we worden inmiddels stinkend rijk. Ik heb bijna 100.000 verdiend. We moeten nu een manier zien te vinden hoe we daar boven komen. Ik zie daar een lift. Ik kan daar waarschijnlijk een lift hacken. Cool. Om het gebouw heen, geld wegstelen. We kunnen dan die lift vervolgens hacken. En zo komen we dan boven. En hebben we 3 gravities geplaatst. En dan gaan we daarna die Ubisoft missie doen. Want daar ben ik toch best wel benieuwd naar. Die Ubisoft missie. Sick hoor. Gimme the doekoes. Oh shit, weer. Ik word echt rijk straks. Oké, die besturen we ook even. Naar beneden. Man, je zou toch maar zo goed kunnen hacken als DedSec. Nou, perfect. We zijn meteen op het gebouw. En dan kan ik me hier laten droppen waarschijnlijk. En op eigenlijk een redelijk formeel en mooi gebouw een gravity van DedSec neerzetten. Of in ieder geval een tag, want we spuiten helemaal geen gravity. Ja, lekker gedaan, Marcus. Cool. Nou, dan hebben jullie dus gezien wat je een beetje voor bezigheden kan hebben. Nou heb ik 5 extra locaties gekregen. Nou, dat ga ik natuurlijk niet doen in deze afleveringen. Dat snappen jullie zelf ook wel. Want we hebben er nu dan al 3 gedaan. Jullie hebben er 3 gezien. Dit was best wel een nice backflip. Dus het wordt tijd om die Ubisoft missie te doen. En dan doe ik dat schilderwerk wel in mijn eigen tijd. Een beetje provocerend postertjes ophangen, weet je. Dat ga ik niet oneindig doen in de video. Want we zitten op de helft. Wat we gaan doen is die Ubisoft missie. Heel erg benieuwd naar. Vind de trailer in Ubisoft's kantoor. DedSec heeft gehoord van een trailer die bij Ubisoft San Francisco gemaakt wordt. Wie weet wat voor spel het is. En wat maakt het ook uit als we maar volgers krijgen die hem uit laten lekken. Nou, fucking vet.
Hun zijn dus degene die hem uit laten lekken. Op deze manier ontstaan leaks dus ook. En bijvoorbeeld als je af en toe zo'n gaming nieuwtje hoort. Zo van, de nieuwe world map van Watch Dogs is gelekt. Dat zou dan de reden kunnen hebben van een hackergroep. Het zou kunnen. Het is grappig hoe ze daarop inspelen en zichzelf terugbrengen in hun eigen game. You be gestolen. Super benieuwd, daar is het. We zijn redelijk in de buurt. Ik pak deze jeep, ik doe alsof die auto gewoon van mij is. En we gaan kijken wat voor trailer we kunnen vinden. En wat er dan precies wordt gelekt. En of het een beetje interessant is. Als het goed is, als het die ene trailer is die ik op internet heb gezien. Dan is het een soort space game. En een Ubisoft game in space is nog niet eerder gebeurd. Een beetje No Man's Sky feel had het. Dus daar ben ik wel redelijk benieuwd naar. Laat ik hier nou laat zijn geweest en dus precies weten hoe ik hier het dak op kom. Er is een nieuwe song dichtbij. Er was een Scout X location dichtbij. Er zijn best wel veel dingen dichtbij. Dus na deze missie hoe dan ook eventjes die Scout X location doen. Een nieuwe selfie voor extra volgers. Wow, red ik deze sprong gewoon niet? Jammer. Ja, ja, volgens mij is dit echt precies die missie die ik bedoelde. Even stoer doen en hacken. Ja, dit is wel cool. Zo'n eigen kantoor. Zo'n eigen kantoor, weet je wel, waar ze games maken, gewoon in de game stoppen. Dat vind ik gruwelijk. Holy shit. Hij is gewoon de directeur van PR. Kijk hoe fucking stinkonrijk dat joch is. Check zijn inkomen. Gaan we naar die camera. Ik zag hier sowieso al iets dat ik kon hacken. Allemaal gigantische inkomens, jongen. Jezus. Hij zit gewoon vet rustig te werken. You what, mate? What? Hilarische info. Ik zou je oraal kunnen bevredigen. Lekker in natura uitbetalen. Goed gedaan. Dus jij wil oraal bevredigd worden, mevrouw. Ze is manisch depressief. Nou snap ik het. Oh, vanuit het oogpunt kunnen we die dan weer hacken. Oh shit. Ik vind het heel vet hoor, Ubisoft daar. Het is echt goed gedaan dit man.
super vet, man. Well, that should net us followers. Leave that to me. I've got an in. I can see the headlines now. New trailer sucks. New trailer kicks ass. New trailer is kind of okay. You do game reviews on the side, Wrench? I dabble. Dit is zo vet gedaan, hè? Ook. Ja, zo gaat het waarschijnlijk gewoon. Niet letterlijk natuurlijk. Niet dat er gewoon een gastje op zijn knietjes met een laptopje bij Ubisoft's kantoor zit. Maar ik denk toch wel dat er door menselijke fouten vaak shit uitlekt. Gewoon bestanden die op computers staan. En vet dat ze zichzelf in de game hebben gestopt en het zo bevormgegeven. Dat ze zich niet ophemelen, maar gewoon een trailer laten lekken. Dat vind ik awesome. Want als dit echt een IP wordt, een soort kleurrijke space game, No Man's Sky feel, maar uitgegeven door Ubisoft. Het kan er best wel eens heel erg tof worden als je een open wereld space game gaat krijgen. In die stijl die we net zagen, want ik hoorde een soort western muziekje. Terwijl de stijl space game was. Dus ja, hoe dan ook roept dit vragen op. Dat merkte ik al op internet. Oké, nieuwe nummertje toegevoegd. Dat merkte ik al op internet. Het roept gewoon vragen op. Zal dit echt een IP worden? Ook omdat er staat E3 underscore config bla bla bla. Als het echt een E3 trailer zou gaan worden op E3 2017. Dat zou super ziek zijn. Maar los van dit alles. Dit was een coole side mission. Originele side mission. En we hebben er een trophy voor gekregen. Dus dikke prima. Laten we verder gaan met die andere missie. Even DedSec overzicht erbij pakken. We hebben Bloom uitschakelen, nog steeds als lange termijn missie. Dan hebben we verschillende nevenmissies openstaan. We hebben nu schilderwerk en deze, geïnfecteerde bites. Maar ik denk dat het een keer tijd wordt voor Home Sweet Home. Denken jullie ook niet? Alleen dan is het nu wel weer zo rond de 22 minuten. Hebben we al redelijk wat opgenomen? Moet je nou echt een story mission gaan beginnen op 22 minuten? Dat denk ik niet. Dus ik ben ja, best wel geïnteresseerd ook naar deze. Dat was dat irritante zombievirus dat op telefoon zit, waardoor er steeds hersenen werd gestuurd. Hersenen. Oftewel brains. En als we daar korte metten mee kunnen maken, zou dat fijn zijn. We zijn namelijk redelijk in de buurt en we moeten simpelweg de telefoontjes hacken. Grappiger en leuker om te doen zo op 22 minuten dan een complete story mission. En dan kunnen we in de volgende aflevering natuurlijk gewoon Home Sweet Home doen. Vanaf begin. En hebben we daar ook gewoon goed de tijd voor. En ja, kunnen we ons een beetje op focussen. En kunnen we verhaalprogressie boeken. Krijgen we waarschijnlijk toffe cutscenes tussen de verschillende characters. Alleen heb ik nu een soort opbouw gedaan. Een beetje wat je allemaal kan doen in de wereld. Wat de wereld te bieden heeft tot nu toe. En dat is toch wel onverwacht veel eigenlijk. In vergelijking tot Watch Dogs 1 zeker. Wow. What the fuck? Ik ga hier wel gewoon chillen achter mijn auto, weet je. Ik hoop dat die auto me een beetje beschermt op de snelweg, alsjeblieft. En dan gaan we een beetje met die drone koekeloeren hier. Een beetje gluren. Kijk even, promotiemanager, ook al zo'n dik inkomen. Oké, dat is telefoontje 1. Josh, I found another zombie infested phone. Does it have CTOS mobile on it? Yep, recent update too. This is infuriating. I can't figure out what it's trying to do. I'll stay on the trail. Awesome. Ik merk echt aan mezelf dat ik de game echt heel erg leuk vind om te spelen. Het is vet leuk om super gevarieerd dingen te doen in de wereld, zeg maar. Of je nou je drone pakt, of een voertuig pakt, of dan dat weer hackt en net die Ubisoft trailer. Het is zo gevarieerd, het is zo uitgebreid. Dat is echt cool. Oké. Okay. Weer extra info. Got another zombie bite. Nice. I'm starting to understand part of its process. It's trying hard to spread through infected access points. Why?
I don't know yet. It's definitely Haddock, though. This is organized a lot like the first zombie code, even though the systems are totally different. Damn, what is he up to? I'll keep looking. Oké, dit is alweer een van de laatste. Maar met de drone kunnen we waarschijnlijk gewoon over het gebouw vliegen. En ook die info over de geïnfecteerde telefoons zien te krijgen. Dus we pakken de drone er weer bij. Die gesprekjes. Een soort van autocorrectie hersenen. Volgens mij heb ik een virus hersenen. Ja, het is inderdaad als fucking virus weer. Another zombie attack through CTOS mobile again. So I think we can confirm the delivery method. Josh, send in the dump to you. Wait a minute. I think I know what the zombies are up to. Yeah? They're infecting other vulnerable phones in close proximity, faking access points to hook in more victims where they can. He's searching for specific keywords, most of them related to Graystrom and military defense technology. He's building his own little spy network, huh? Does all that data end up somewhere? This is Haddock. Yeah, he'll be untraceable that way. But all three of these phones got their update from the same access point. I'm gonna go find it. I'll work on a cleaner. Wait, do we want to clean it? Yes. I'm a fan too, but this thing could cause some big problems. Aim for the head, Josh. Dick. Sowieso al veel volgers, merk ik. Terwijl we de missie nog niet eens hebben afgerond. Sterker nog. We zitten ongeveer... Even kijken. Spoor de bron van de malware op. Het leidt terug naar één enkele telefoon. De eigenaar heeft misschien iets te maken met Haddock. En dit is dus een bekend virus, hè. Hun zijn al, zeg maar, als virus-experts of als hack-experts best wel aan het schijten voor die persoon. En ze vragen zich ook af waar de fuck hier in hemelsnaam nu mee bezig is. We zullen het zien, we gaan naar de bron toe. En het is wel een coole sidequest, hoor. Sowieso vind ik alle sidequests tot nu toe echt gewoon goed uitgedacht, leuk om te spelen. En het voelt niet onnodig. Maar het voelt alsof het wat toevoegt aan de game. Ja, dat is een mooi pluspunt voor sidequests, vind ik. Wow, holy shit. Wow. Ze hebben gewoon precies door wat we doen. Guys, I found device zero on a homeless guy. Haddock gave him the phone. The man's playing a smart game here. He even picked a guy who camps out right next to a gang hideout so people wouldn't come looking. Question? Why a homeless guy? Because he knows a guy will easily spread the zombie virus. Think about it. He goes to mass transit places to beg for money. I bet if we track the first infection points, they'd map his daily route. He's spreading it like a biological virus. Exactly. By the way, he left me a nasty little message. He wants us to back off. Back off? But I've already got the cleaner ready. It's going to spread fast, and clean Zombie 2 off of any phone it reaches. Should I launch it? It's gonna cause us too much trouble if we don't. We'll have to live with Haddock being sore about it, but let's keep an eye out for a way to make it up to him. He would be a strong ally for DedSec. Gruwelijk, dit is vet hoor. What the hell? This is gang territory. Haddock's working with gangs now? No. Haddock wouldn't work with gangs. How do you know? Because the alternative doesn't make any sense. He wouldn't. Maybe there's more to it. Research beschikbaar omdat we gewoon zoveel volgers hebben gekregen dat we weer onderzoekspunten hebben gekregen. Eens kijken, ik ben nou benieuwd.
Ja, het is zo ongeveer allemaal gelukt, zie je. Er staan allemaal vinkjes ook bij. Dus we hebben nu ook geïnfecteerde bites voltooid. Zo aan het einde nog van de aflevering. Dus eigenlijk is dat heel erg perfect. Schilderwerk blijft wel aanstaan, aangezien dat gewoon die oneindige graffiti is. En Home Sweet Home ontmoet Wrench bij zijn garage. Ja, dit wordt gewoon vet, want dat is een hele coole character. Dus dat gaan we hoe dan ook doen. Ik zet hem aan. Ik kijk waar het is. Het is super dichtbij. En dit is dus de shit die we gaan doen in de volgende episode. Ik hoop dat jullie in ieder geval hebben genoten van deze aflevering. Hij was heel veelzijdig. Gevarieerd. Veel verschillende dingen gedaan. En we gaan simpelweg naar Wrench en zijn garage en zijn quest in de volgende aflevering. Ik zie hier nog een hond. Die gaan we even aaien. Dat is allemaal voor de trophy progression van 10 hondjes aaien. Watch it. Fuck. Who's a good boy? No one cares about anybody but themselves. So fuck you! Wat doe je nou boos? Ik aai je hond, man. Like I give a fuck. Like I give a fuck. Dat klopte wel precies op wat ik zei trouwens. Nou, zoals ik al aangaf, thanks voor het kijken. In de volgende episode gaan we naar Wrench, zijn garage, en gaan we die aflevering doen. Home sweet home in de volgende episode. Thanks voor de support, de likes, en peace.